weet het niet. Next time you come here, are you okay? Jongens. Au. Te snel zijn voordat we teruggeroepen worden. Ja. Yeah. Wat een plaatje, hé. Maar ook check deze boom. Hier staat een bamboeboom. En ik zweer het je, hij is niet normaal. Wat hier staat. Dat is het bijgebouw. Maar zullen wij hier snel kijken of we dat chateau in kunnen? Maar we lopen een beetje op zich. Kijk, de eerste bij van het jaar. Zie je dat? Dat wordt een gaatje graven naar de kelder. Dat wordt denk ik gewoon op zijn kapenwit manier schijt, nee. Of niet? We hebben die voorkant voor de rest nog niet heel goed gezien. Fucking deur. Meen je? Ja, maar hij is dicht. We moeten wel dat gat in. Dit is gewoon een of andere bunker. Schuilplaats. Ja. Niet vallen, je hebt al net je enkel verzwikt. Ja, daarom. Oh, het zit gewoon vast. Moet ik eerst gaan? Wacht, je moet even schijnen. Oké, wacht. Hier, pak de camera. Hij is aan het filmen. Ja, je moet ook echt eerst zo. Hier zien we Peter in actie. Overal flessen wijn. Kijk, een volgende lesje. In de kelder. Ik denk van de winterkoning. Nee, die niet. Geen schaduw. Ik denk dat ze gewoon heel erg van wijn hielden. En hier lagen allemaal vruchten op te drogen. Zullen ja. Ja. Ze zelf hier wijn gebrouwen hebben? Ja, dat weet ik niet. Maar zo te zien wel hoor. Ook gewoon schilderen. Correct me if I'm wrong. Kwam dit niet heel soepel uit, man. Ja, dit is een mooi kiekje, hè, dit. Oh, fuck. Doe je. Laat het deze instructeren. Wow. Lijkt me zo'n wiel. Kelder. Hey, een
wc. Ja, is niet zo hard schreeuwen. Kom maar, er hoort hier niemand wat hoor. Nee, ik hoop het, schat. Hè? Ik hoop het. Ja, dat weet ik wel. Hey. Hier is gezocht naar waardevolle spullen. Kijk, als je wil kan je nog stofzuigen. Oh, dat is wel heel erg. Hele vet intro hier. Ik denk dat dit de hoofdingang was. En dit hal. Je voelt de wind echt helemaal door het château heen waaien. Gewoon het château. Je kan hier alleen niet normaal lopen, want overal ligt zooi. Of hier staat wel blikjes, kleren, spiegels, glas. Drie persoonsbed, zie je dat? Ik ken met z'n drieën. Ja. Twee twijfelaars met elkaar. Ja, maar met twee openingen, toch? Ja. Dat is heel gek. Jij de camera zet? Ja, alsjeblieft. Ja, ik zeg dat soms een beetje bot, maar zo bedoel ik het niet. Dat snap ik niet, via die kant zit geen haakje meer. Zo niet. Dus als jij dan een rat bent en je gaat heel hard met die kaas aan de haal, dan, okay, dan moet je echt je best doen. Dan gaat dit eraf. En dan schiet hij dicht. Maar het is een beetje een heel raar walletje. Want je kan hem aan twee kanten pannen. Kijk, dit is ook wat ik bedoel. Dit is ook de spouw. Maar alles is opengemaakt om te kijken of er nog wat waardevols in zat. Alles is van de muur afgetrokken.
Ja, dat is een fietstafel of een muts, whatever, weet ik veel. Waarschijnlijk was het wel een beest. Dat is wel een heel klein zoldertje. Ah nee, die zolder gaat daar nog verder. Sorry, ik bleef even hangen. Ligt enkel een wespennest en een matrasje. Spiegeltje. Niet alleen. Nee, allemaal muizenkleuters. Dan komen ze in die kamer. Maar je ziet nu te scheef die hand, hè? Ja, hij lijkt echt scheef. Ja, dat is... Oeh, kijk eens hieronder. Ja. Dat krijgt de kelder in. Dat heb ik even niet gezien. Goed geweest. Dat was dan een heel mooi château. Tot de volgende keer. Joe! Dat... Kan hem gewoon. Hoppatee, kom. Kijk! Toen heb ik aan mijn been vastgepakt. Ik heb mijn hand wegzetten zometeen. Naar beneden getrokken. Bedankt voor het kijken. Abonneer voor meer en laat een reactie achter. Let op, Urbex is vaak illegaal en brengt eventueel risico's met zich mee. Wil je hieraan beginnen, hou je dan aan de volgende regels. Deel geen locaties openbaar. Pleeg geen vernielingen en neem niks mee. Heel veel plezier. Ja, daar moet ik goed blauwe lampen van blijven. Het staat helemaal vol met happy hier ook, maar dit is wel iets makkelijker dan wat ik dacht.